Op waar we nu zijn, Kushadashi. Ik dacht dat het een goed idee was, want volgens mij is het een hartstikke moeilijke naam om te onthouden. Een mooie herinnering voor jou aan het schitterende Turkije. Dankjewel. Al dus Catherine Keil in Turkije, waarbij je de vraag kunt stellen, gelet op het Nederlands dat u hoorde, wie er nu eigenlijk Nederlander was. Tussendoor, dames en heren, het telefonisch, dat thema dat we straks gaan behandelen en voorafgaat aan het landenspel, luidt ditmaal vakantie en klachten. U kunt daarover nog steeds bellen. Nu vakantieliefdes. Volgende week zullen we daar wat uitvoeriger bij stilstaan. Maar ook vandaag enkele oproepen van mensen die een vriend of vriendinnetje tijdens vakantie hebben ontmoet, dat ze daarna volkomen uit het oog hebben verloren. En die liefde wil men graag herstellen. Een paar oproepen. Aan de Spaanse Costa Brava in Blanes ontmoette Elisa Geuze vorig jaar jullie ene Willy uit Maastricht. U ziet hem hier. Hij is 1,75 lang, heeft donkerbruin haar en bruine ogen. Zo schrijft Elisa. Hij was daar niet alleen, maar met nog vier jongens. En ik was daar met een vriendin. Hij weet wel dat ik Elisa heet en uit Zeeland kom. Nou, ik heb een leuk contact. Ze had op de HRO gezeten in Vlaardingen en moest daar op 5 juli zijn om haar diploma. Als we naar het brede terrein van consumentenklachten kijken, denk ik altijd, ja, vakantieklachten, die zijn wat erger. Het is zo abstract, het is niet concreet, je kunt het niet vastpakken. Mensen zijn dan vaak wat meer gedupeerd of voelen zich misschien meer gedupeerd, correct? Ja, ik denk het wel. Het komt omdat de verwachtingen hoog zijn. Er is voor gespaard, er is naar uitgekeken. En voor ons is het moeilijk om, laten we zeggen, vergelijkbare gevallen te vinden. Omdat mensen zo verschillend zijn, accommodaties zijn anders, landen zijn verschillend, klimaten zijn anders. En dat maakt het toch moeilijk. Elk geval verschilt van het andere eigenlijk. Ik bedoel, een koelkast is kapot en hij doet het niet. Je hebt garantie of niet, maar bij vakantie ligt dat wat problematischer. Ja, precies. Ga daar straks uitvoeriger op in. Laten we maar meteen beginnen met de telefoontjes. Kijken wat er voor vragen zijn bij de mensen thuis. Wat mij betreft, als ze al zijn en die zijn er, kunnen het binnenkomen. Goedenavond, vakantieman. Goedenavond, meneer Van der Aa, Boksel spreekt u. Meneer Van der Aa, zegt u? Van der Aa. Meneer Van der Aa, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik had de volgende klacht voor u. Ja. Ik heb een tijdje geleden via reisbureau van Aker al hier een reis geboekt naar Hongarije. Ja. Een woning. Ik ben dus afgereisd naar Hongarije. Ik kom eraan bij de woning. De woning blijkt één grote varkensstal te zijn, waar dat ze niet verwachten dat een gezin met 3 kinderen drinken het leven 14 dagen. Ja. Toen ben ik teruggegaan naar mijn sleuteladres, heb daar de klacht voorgelegd. Ik kreeg een alternatief aangeboden, een woning of een appartementje, 2-kamer appartementje. Nou, dat is mooi. Twee kleine kamertjes voor 5 personen. Oh, dat kan niet natuurlijk. En dan op 2 gezinnen, 1 badkamertje en 1 wc. Zodoende heb ik dat alternatief ook niet geaccepteerd. Nee. Toen ben ik weer teruggegaan naar het sleuteladres. Ja. Heb proberen contact te zoeken met een contactpersoon in Boedapest al daar. Ja. Die kreeg ik dus niet te pakken. Nou, er waren geen andere alternatieven, dus ik ben teruggekeerd naar Holland. U bent vanuit Hongarije toen naar huis teruggegaan? Ja. Geen vakantie? Nee, helemaal met niks. Met de kinderen terug? Met de kinderen terug. Wat hebt u hier gedaan? Nou, hier ben ik ten eerste naar mijn reisbureau gegaan, heb daar dezelfde klacht voorgelegd. Die hebben dan contact opgenomen met Circle Reizen, Magyar Travel. Even hoor, meneer Van der Aa, ik vind het altijd prima wanneer er namen worden genoemd van tour operators. Alleen, ik betreur het altijd dat ze er dan niet bij zitten. En dan kan ik ook het wederhoor niet toepassen. Dus laten we namen verder vergeten. Oh. Hebt u schadevergoedingen ontvangen? Nee, helemaal geen. U hebt geen schadevergoeding ontvangen? Nee, ik kreeg alleen een alternatief van de toeroperator om te horen van stuur die mensen maar naar Joegoslavië. Naar Joegoslavië? Nu op dit moment? Op dit moment. Oh, dat is niet. Dat hebt u uiteraard niet geaccepteerd? Nee, zeker niet. Dus. Ik sta alleen. Ik ben alleen gewoon de schadevergoeding die ik ontvangen heb, mijn reisgeld. Wat hebt u uitgegeven voor die reis? Nou, ik ben alles om en nabij de 2500 gulden kwijt geweest. Goed. Met mijn onkosten erbij. Meneer Van der Aa, ik ga het voorleggen aan de heer Brak. Dank u wel voor het telefoontje. Ja hoor, graag gedaan. Samengevat, meneer Van der Aa komt in een varkensstal in Hongarije. Accepteert dat niet. Ja. Laten we maar even aannemen dat onder de varkensstal moet worden verstaan niet in te wonen. Ja. Je krijgt een alternatief wat geen alternatief is. Te klein, terug naar huis, geen geld terug. Nou, dat is makkelijk voor mij. De reissom terug, dat op de eerste plaats. En een fors bedrag aan schadevergoeding.
Maar men wil die reisstop niet geven op dit moment? Ja, goed, maar de geschillencommissie reizen en die weten wel raad mee. Geschillencommissie reizen is gevestigd in? In Den Haag, ik heb het hier even opgeschreven. Surinamestraat 24, 25, 85, GS. Goed, ik kan me voorstellen dat u dat thuis natuurlijk nu ook niet meer van zo snel kunt opschrijven. In ieder geval, het staat ook gewoon in het telefoonboek van Den Haag. Den Haag. Geschillencommissie of Stichting Stichting Geschillencommissies. Ja, goed. Als de zaak zo duidelijk is, dan moet meneer zijn reis op. Gegarandeerd succes. Ja. Ja. Nou, ik ontving ook brieven deze week. En één daarvan wil ik u laten zien, dat is de volgende. Geachte vakantieman, ik ben Gerrie Kooijen uit Eibergen en dit zijn mijn twee kinderen, Bas en Rob. Vakantieman, 4 jaar lang heb ik elke cent gespaard om op vakantie te kunnen. En dit jaar is het dan zover. We gaan naar Malgrat-de-Mar. Nu denkt u natuurlijk, waarom is mevrouw Kooijen dan boos? Aanstaande maandag zit ze toch in het zonnige Spanje? Nou vakantieman, bij het boeken bleek maar weer eens dat de reiswereld er nog steeds van uitgaat dat iedere Nederlands gezin uit twee gelukkige ouders bestaat. Kinderkorting krijg je namelijk pas als je voor twee volwassenen boekt en dus was mijn korting maar 10% voor alleen mijn jongste zoontje. Het lijkt wel als je je willen straffen omdat je geen partner hebt, maar dat is toch geen misdaad, vakantieman? Dat lijkt me ook niet, meneer Brak. Mevrouw heeft geen partner en krijgt geen korting voor haar tweede kind. Ja, nou dat komt omdat een heleboel dingen zijn geregeld in de voorwaarden van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus, ANVR. Alleen het aanbieden van kortingen is zo'n onderwerp waarbij de reisorganisator zelf eigen regelingen kan hebben. Dus die kortingsregelingen die kunnen heel verschillend zijn. Geen korting tot een hoge korting enzovoort. Ik vind eigenlijk wel dat hier iets aan gedaan zou moeten worden. Die voorwaarden moeten toch over de kop, maar daar zullen we het misschien nog over hebben. Breng dan in dit geval een uniforme regeling aan. Zeg bijvoorbeeld elk tweede kind. Ja. Vanaf elk tweede kind of zoiets. Dat bestaat op dit moment niet. Hè. Iedere touroperator kan zijn eigen kortingssysteem hanteren. Ja. Dat kan zich aan de andere kant natuurlijk ook wat geliefder bij het publiek maken door een betere kortingsregeling. Precies. U zegt, u lanceert zelf de term reisvoorwaarden. Het zou daar eigenlijk in opgesloten moeten liggen. Nou, hier heb ik die reisvoorwaarden. Dat is overigens een heel instructief boekje. De brochure. Ik heb de reisvoorwaarden opnieuw doorgenomen. U ook. Het zijn de kleine lettertjes. Ja. Geven deze reisvoorwaarden de consumenten nou voldoende bescherming of niet? Nee, ik vind van niet. Nee? Nee, ik vind ze slecht. Maar op welke punten slecht? Nou, ik heb een aantal hoofdpunten. Ja. Die wil ik met u doornemen als het mag. Ja. Op de eerste plaats, je moet alles vooruit betalen. 6 weken van tevoren. En wel 6 weken van tevoren, uiterlijk. Nou, ik kan niet iets anders verzinnen wat je als consument kan doen met je geld, waarbij je iets vooruit moet betalen. We hebben het al gehad over, of alles vooruit moet betalen. We hebben het al gehad over een koelkast of een tv. Die betaal ik als ik hem afgeleverd krijg. En niet 6 weken van tevoren alles vooruit betalen. Dat vind ik erg ouderwets. U zegt een deel vooruit betalen of pas op de dag van vertrek betalen? Betalen? We hebben hier over de service-industrie. Hè? Ja. Je moet geen reizen verkopen, je moet tevreden klanten, tevreden vakantiegangers moet je produceren. Dat is je missie. Ja. Ik zit te wachten op de reisorganisator die tegen mij zegt, meneer Brak, we gaan fijn samen naar Tenerife voor 2 weken. Prachtige accommodatie. U betaalt de helft vooruit. En als u terug bent thuis, de andere helft. Goed, dat moeten de reisvoorwaarden. Ander punt. U noemde een paar punten. Er wordt in de voorwaarden op een aantal plaatsen vergoedingen toegekend. Maar dat moet een laag. Dat is een laag maximum in die voorwaarden. Vaak niet meer dan 100 gulden of 250 gulden per persoon. En als je dan kijkt naar... Voor zaken die ernstig mis zijn. Ja, bijvoorbeeld de reisorganisator zegt binnen een week van voor de vertrekdatum de reis af. Dat gebeurt. En dan staat er in de voorwaarden dat je dan 250 gulden per persoon krijgt maximaal. Ik denk dan eerder aan 2000 gulden of zo. Ja, ja. En er zijn ook uitspraken... Hij verbreekt het contract op dat moment. Precies. Hè? En dat is ook in de reisvoorwaarden. Heeft hij het recht toe? Ja, maar die bedragen zijn dus heel laag en beperkt. En er zijn uitspraken van een geschillencommissie waar heel veel hogere bedragen worden toegekend. Ja, ja. Goed, het volgende telefoontje. Goedenavond, vakantieman. Ik moet er even aan wennen hoor. Als ik zo naast de heer Brak zit, hij is er niet voor het eerst. Goedenavond, ik ben meneer Wipper, Amsterdam. Ja. Wij zijn in juli op vakantie geweest met een groep van 7 personen naar Griekenland. Ja. En daar hebben wij 7 dagen geen water gehad. 7 dagen? Mijn dagen zijn er wel in het water gevallen, want we hadden geen water om te douchen, niet om naar de toilet te gaan, niet om te koken. Kan ik een claim indienen?
bij de reisorganisatie. En wat hebt u ter plekke? Hebt u ter plekke geklaagd? Ik heb ter plekke geklaagd of ik een andere kamer kon krijgen, of ik overgeboekt moest naar een ander hotel. Dat kon allemaal niet. Nou, dus nou zei ik, breng me maar weer naar Nederland, want voor mij hoeft het op deze manier niet. Nee. Het kon allemaal niet. Wat ik heb wel een reclamatieformulier ingevuld, maar ik heb nog niks gehoord. Hoe hebt u zich gewassen in die tijd? Nou, flessen water gekocht in je eigen dame, maar proberen mee op te frissen. De zaak is duidelijk, ik dank u wel. Ja. Een hotel, kamers, 7 dagen lang zonder water. Het komt voor natuurlijk in warme landen dat tijdelijk de wateraanvoer is afgesloten. Heeft meneer recht van spreken als hij gaat klagen en schadevergoedingen indienen? Nou, dat denk ik wel. Hij heeft gedaan wat hij moet doen. Een klacht deponeren bij de reisorganisator. Als die geen bevredigend voorstel krijgt, dan moet hij binnen 3 maanden te rekenen vanaf het einde van zijn vakantie, een klacht indienen bij de geschillencommissie reizen. En ik zou hem het in dit geval aanraden, want ik denk dat hij een goede kans heeft. Goed, over het bedrag wil ik liever niks zeggen, want dat is heel moeilijk. Ja, goed, dan gaan we even naar de volgende vraag op film kijken, die deze week bij ons binnenkwam. Ja. Geachte vakantieman, ik ben Hans Thomas uit Kerkrade en dit is mijn vrouw Gertie. Onlangs gingen wij met de bus naar Polen en tijdens die reis voelden we ons niet echt veilig, vakantieman. Er was tegen ons gezegd dat er 2 chauffeurs zouden zijn voor die lange rit, maar er was maar 1. En die zat liefst heen en terug, 18 uur achter het stuur. Hij werd zelfs zo erg dat hij bier moest drinken om wakker te blijven. Dit is toch niet normaal, vakantieman? Zo ziet u toch onnodig het leven van alle passagiers op het spel.